2005 zijn de steekproducten opgekomen. Tussen de eerste 25 waren er twee producten van De Lijl bij, onder andere onze bologna en ons gerookt paardenvlees. Dus ik was hier fier als iets. Hè. Een bologna is een worst, een droge worst, op basis van paardenvlees. Altijd vierkant. Voor mij is dat het beste product van de wereld natuurlijk. Ik ben erin opgevoed. De oorsprong is hier van 1898. Dat was mijn overgrootvader. Nooit gekend. Mijn grootvader wel, mijn vader ook natuurlijk. Ik ben geboren en mijn pa was mijn god. En al wat dat idee of gelijk was, ik bekeek dat, ik bewonderde dat, dat was mijn god. Dus ja, ik wou zelfs te doen als hem. Hè. Ik ging mee van als ik klein was naar de paardenmarkt. Ik zat al direct in die naar de wereld met die boeren en met die paarden. En dat was voor mij een kermis. Hè. Dat zit in de geen, dat krijg je mee. Ik denk van als je gemaakt bent. Een bologna, dat wordt aan het gemaakt, dus dat wordt gevliest. Er worden vliesken rond de worst, rond de spijs gedaan. Dat wordt gecoördineerd voor te kunnen ophangen en noem maar op. Dus dat wordt allemaal nog ambachtelijk en met de hand vervaardigd. Het gerookt paardenvlees daarentegen is ook natuurlijk een deelstuk van het paard. Dat droog gezouten wordt, dan nadien wordt dat in een lichte pekel gelegd en dat laat me rusten gedurende 3 weken. Dan nadien komt dat uit de pekel en dan wordt het gewoon ook manueel in vormen gestoken en dan manueel op roosters gelegd en zo 4-12 uur afgerookt.